Welkom bij een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Vandaag gaan we het hebben over gevelgroen. Want wat doe je nou als je midden in de stad woont en helemaal geen tuintje hebt? Je woont in de stad en je kijkt alleen maar tegen stenen gevels aan. Of je hebt alles al vergroend aan je tuin en je wil nog een stapje verder. Nou ja, dan kan je dus de hoogte in. En vandaag gaan we het daarover hebben. En we beginnen dus met de kijkersvraag. We hebben een vraag gekregen van Anne-Lotte en Berend Teunissen in de Pieterswijk. Die wonen in zo'n wijk met weinig tuintjes en heel veel steen. En ik ben benieuwd wat hun vraag is deze week. Hallo, ik ben Anne-Lotte en ik woon in de Pieterswijk. En mijn vraag is, hoe kan je de lange broek groen maken? Hallo, ik ben Berend in Pieterswijk. Ik ben graag een verticale tuin. Waar begin ik mee? Nou, met hun moeder Dorrit ben ik een rondje gaan lopen door de Pieterswijk om nou eens te kijken hoe ziet dat eruit. Zijn er mogelijkheden? Wat kan je nou doen als bewoner daar? Misschien in je eentje of met elkaar? En deze week heb ik gevraagd aan Sjaak Willemstein, de duurzame hovenier van Nederland, al een paar keer daar tot uitgeroepen, om ons daar wat over te vertellen. En hij is bij ons via Zoom. Welkom Sjaak Willemstein, fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Jij bent een van de duurzaamste hoveniers van Nederland. En ik vroeg mij af, hoe word je nou duurzame hovenier? Het makkelijkste is als je groen bloed hebt. Maar dat is ook niet altijd voorradig. Maar wat ik heel erg belangrijk vind is dat je geen kunstmest of ander gif gebruikt. Dat je Europees hardhout gebruikt in plaats van subtropisch hardhout. Dat je zoveel mogelijk met de natuur meewerkt. Dat je denkt aan het bodemleven. Dat je eventueel bodemleven zelf maakt. Dat je groenafval niet verbrandt of composteert. Maar dat je dat fermenteert en hergebruikt. Okay. Dat je eigenlijk heel gezond met de natuur bezig bent. En ook daar bepaald type beplanting voor neerzet in de tuin. Regenwater hergebruiken. Dat zijn zowel allerlei dingetjes, daktuinen, geveltuinen, allerlei zaken die ervoor zorgen dat je veel groen hebt en weinig beton en andere verontreiniging in je tuin hebt. Nou, dat past eigenlijk heel erg mooi bij de vraag van deze week. Er kwam een vraag binnen over hoe vergroen je nou de binnenstad. En we hebben jou wat foto's opgestuurd. En ja. Ik vroeg me af, wat is jouw eerste indruk daarvan? Een stad is, zeker de oude binnensteden zijn natuurlijk erg, ligt veel bestrating, weinig beplanting. Beplanting is vaak een beetje half-half en nog ergens tussen gefietst. Sommige mensen willen geen beplanting tegen hun gevel of aan hun gevel hebben hangen. Omdat ze bang zijn voor dat het eraf valt of dat het de gevel aantast. Maar meestal geeft het juist een bescherming aan de gevel. En een oude gevel is misschien dan weer niet altijd even fraai. Maar als we dan in het buitenland zijn, vroeger toen dat mocht, vinden we dat wel mooi als we een kasteel zien wat helemaal begroeid is. Zeker. En als het aan ons eigen huis hangt, dan vinden we dat altijd wat lastig. Maar ik denk dat het heel simpel toch toe te passen is. Al begin je maar met een tegel uit je trottoir te halen tegen je huis aan. En zet daar maar wat Althea stokrozen neer. Ja. Die groeien daar prima en die zorgen dan toch ook voor een stukje schaduw op de gevel, waardoor die gevel minder warm wordt en veel minder uitstraling heeft naar de stad en de omgeving toe. Ja, en als iemand nou zegt van nou weet je, ik ben er niet zo bang voor, die gevel van mij mag wel groen, tot aan de nok desnoods, is daar dan, heb je een ideale plant daarvoor? Nou, wilde wingerd is op zich gewoon een hele prima plant die gewoon 10, 15 meter hoog kan groeien. Klimop is de wat bekendere variant. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel een plant die hard blijft groeien. En als je hem er ooit vanaf wil halen, dat hij dan wel wat voegen mee kan trekken. Ja. Maar de tijd dat hij op je gevel zit, geeft hij gigantisch veel isolatie. En het mooie ervan is, van een klimop is toch wel dat die wintergroen is. Ja. Dat die in het najaar bloeit. Dat de bijen het prachtig vinden. En dat de merels het echt gewoon geweldig vinden om daar hun nest in te maken. Dus dat heeft wel heel veel toegevoegde waarde. En je kan natuurlijk ook dingen combineren door bij wijze van spreken nog een clematis of een andere bloeiende plant door je
klimop te laten groeien. Ja. Er zijn ook fantastisch mooie remblingrozen. Die prachtig bloeien met open bloemen. Waar de bijen op afkomen die ook zomaar 10, 15 meter hoog kunnen groeien. Die moet je natuurlijk wel leiden. Het zijn ook leirozen, het zijn geen klimrozen. Maar ja. Die hebben geen hechtworteltjes. Dus daar moet je wel een rek of een voorziening voor treffen. Maar dat kan prima tegen een gevel aan groeien. Ja, en mij lijkt het alleen maar extra mooi zo'n hele oude gevel in de binnenstad en dan zo'n mooie klimroos er tegenaan. Dat haalt volgens mij zo'n oude muur alleen maar meer op. Ja, en het scheelt gewoon gigantische temperatuur. Ja. Want ja, als er toch de hele dag de zon op staat te schijnen op zo'n binnenstad, dan ja, wordt het gewoon warm en groen. Ja, dat verdampt water en bij het verdampen van het water komt koeling vrij en dat merk je gewoon. Dus eigenlijk heeft het gewoon echt heel erg veel voordelen, want je zegt, je voegt extra isolatie toe aan je huis, het zorgt voor verkoeling in de stad, maar je voegt ook een heleboel biodiversiteit toe. Dus ook eigenlijk bijna geen reden om het niet te doen. Nee, ik zie inderdaad weinig redenen om het niet te doen. Het neemt natuurlijk ook nog een stukje regenwater op. Dus dat regenwater dat stroomt vervolgens niet naar het riool of naar een plek elders in de stad. Wordt daar ter plekke gebruikt, geeft daar ter plekke dus ook verkoeling. Het voorkomt verzakking, omdat het water in de grond blijft zitten. Dus ja, het heeft gewoon heel veel voordelen. Nou Sjaak, we hebben echt veel inspiratie opgedaan. En het zou heel goed zijn voor heel Leiden om iedereen aan het gevelgroen te krijgen. Ik hoop dat jouw informatie daar absoluut bij gaat helpen. En ja, ik ook. Ik hoop je snel eigenlijk weer te spreken. Misschien wel live in de studio. Nou, dat lijkt me een goed plan. Hartstikke mooi. Ik ook, ja. Dan zeg ik tot snel. Ja, tot snel inderdaad. Dankjewel. Dag. De makkelijke plant deze week is de wilde wingerd. Je hoorde hem al even voorbij komen in het gesprek met Sjaak. En Carla Teunen kan er deze week van alles over vertellen in de Hortus. Een van de grote woest groeiende klimplanten staat hier tegen de muur. En dat is de Parthenocissus. En Parthenocissus tricuspidata, dat is deze, is afkomstig uit Japan. En meneer von Siebold, die wel heel veel Japanse planten mee heeft genomen, eerst in 1830 en daarna nog eens in 1862. Von Siebold is verantwoordelijk voor de binnenkomst van deze plant. Het is een plant in de bossen in Japan en hij kan zeker 50 meter hoog worden. Dus mensen die van plan zijn om hem in hun tuin te planten of tegen hun gezellige kleine huisje, moeten goed nadenken waar ze mee bezig zijn, want het is een woesteling. En waarom doet hij dat nou? De blauwe regen doet dat overigens ook. Ze bloeien in het licht. En in de Japanse bossen heb je de Cryptomeria coniferen en die kunnen 50, 60 meter hoog worden. En deze wil daar bovenuit komen om te bloeien, dus groeit hij 50, 60 meter, zodat hij boven de hoge cryptomeria's uitkomt en dan kan gaan bloeien. Wat wij zo leuk vinden is dat hij in zeg maar augustus, september bloeit. En wij zijn daar blij mee, want dan leveren ze nog honing en stuifmeel voor de bijen. En de plant staat hier op de muur, boven de deur. En als het dus in bloei staat, dan wiebelt die van de bijen, zitten er duizenden bijen in, een enorm gezoem. En die hebben dan nog wat laat in het seizoen toch nog voordeel aan deze plant. Wat hij ook doet, mensen vinden dat een beetje griezelig. Hij hecht zich vast aan muurtjes, muren, ook aan bomen. En je kunt het zien, als jij dichterbij komt, kan je zien, hij maakt allemaal hechtvoetjes. Zie je dat? En daar zit hij dus mee vast en ontzettend vast. Want als ik probeer te trekken, joep, trek ik wel de plant kapot, maar ik haal ze vrijwel niet van de muur af. Nou, deze misschien. Kijk, hele kleine hechtvoetjes, maar daar zit hij ontzettend goed mee vast. Dus als je hem in je tuin zet tegen je huis aan, hoef je geen klimrek te gebruiken, want hij doet het zelf wel. In Japan zijn ze erg dol op planten, bomen, struiken die een mooie kleur hebben. Nou, je kunt hier al aan zien, hij loopt mooi uit. Mooi een beetje roestig,
oranjeachtig, bronskleurig. Maar in de herfst, als het volwassen blad gaat afvallen, vlak daarvoor, worden ze prachtig wijnrood. En dat is waar Japanners helemaal ontzettend dol op zijn, op die mooie herfstkleur. Dus hij heeft een heleboel voordelen. Hij hecht zichzelf, hij klimt geweldig, hij maakt mooi blad bij het uitlopen. Hij maakt prachtig blad bij het afsterven van de bladeren. En het is een geweldige bijenplant. Wat ook nog een pluspunt is, is dat de wilde wingerd heel veel bessen geeft, waar vogels heel graag van eten. En in de zomer zie je heel veel kleine meesjes door de wilde wingerd heen kruipen op zoek naar insecten. En wat nou eigenlijk nog echt het topstuk is voor deze plant, is dat hij heel veel fijnstof opneemt. Dus in de stad is dat natuurlijk precies wat we willen. Ik zeg een hele makkelijke plant en een die we eigenlijk met z'n allen gewoon lekker tegen onze gevel aan moeten laten groeien. Dan hebben we het volgende item. We zijn met Sleutelstad op bezoek geweest in de Zeeheldenbuurt. Want daar zijn ze al lekker bezig met vergroening van gevels. En we hebben daar een heel leuk filmpje over. De Zeeheldenbuurt is versteend, net als alle andere wijken in Leiden. Om te vergroenen zijn er meerdere opties. Boomspiegels, geveltuintjes en die kunnen bewoners zelf aanleggen. Maar er is nog een mogelijkheid, verticaal gevelgroen. Er is achter mijn rug is een pilotwand voor een per verticale geveltuin. En er is vanuit de wijkvisie Zeeheldenbuurt is er nog een budget voor 8 geveltuinen. En daar kunnen mensen zich voor opgeven. De muur is hier omdat mensen in de wijkvisie, die hebben bewoners zelf geschreven, wilden ze heel graag een groenere wijk. En dat is heel erg moeilijk in de Zeeheldenbuurt, omdat de grond zit vol met kabels en leidingen. Dus dan kom je terecht bij geveltuintjes, bij boomspiegels en bij verticaal gevelgroen. De voorwaarden zijn dat je een blinde gevel hebt op de hoek van een van de hoofdstraten van de buurt. Dan heeft het namelijk het meeste impact en dat er geen boom vlak voor de gevel staat. Mensen kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar groenezeehelden@gmail.com. Er zijn dus 8 plekken. Woon je in de Zeeheldenbuurt, wees zeker dat je je opgeeft, want het is natuurlijk een prachtige kans om zo'n verticale tuin te krijgen. Op onze Facebookpagina zal je daar ook nog meer informatie voor kunnen vinden. Vandaag hebben we in Ik zie nog een mooie plant die op muren groeit. We gaan daarvoor naar de hortus en daar kan Mathilde Simons ons alles over de muurleeuwenbek vertellen. Hallo, ik ben Mathilde Simons en ik werk bij de Hortus Botanicus in Leiden. Normaal gesproken ben ik communicatiemedewerker, maar misschien ken je mij ook wel als botanisch toekrijter. Vandaag zijn we bij deze makkelijke plant, de muurleeuwenbek. We zijn hier in de hortus bij onze bollentuin. En dan specifiek bij dit mooie rotsmuurtje, die helemaal vol begroeid is met muurleeuwenbek. En waarom is muurleeuwenbek nou zo'n makkelijk tuinplantje? Is dat hij eigenlijk al het werk voor je doet. Ja, hij zaait zichzelf uit en hij klimt als een soort klimop, het liefst over rotsige gebieden in jouw tuin. Want waarom? Muurleeuwenbek is een rotsplantje en die is in de 17e eeuw naar Nederland gehaald als sierplant. Vooral om gebruikt te worden in de rotstuinen. En vanuit daaruit is hij dus verwilderd en in de natuur gekomen als wat sommige mensen onkruid noemen, maar wat wij bij de hortus een stoepplantje noemen, hoewel het nu misschien meer een muurplantje is. Je herkent de muurleeuwenbek aan ten eerste zijn, 1, 2, 3, 4, 5 vingerige blaadjes. En als hij niet bloeit, dan kan je hem herkennen aan zijn paarsige onderkant. Dat was de eerste keer dat ik een muurleeuwenbekje ontdekte. Toen herkende ik hem aan zijn paarse onderkant. En dan heeft hij natuurlijk dat mooie bloemetje. Hij is tweezijdig symmetrisch. Hij is paars van kleur, maar soms ook wit. En in het midden heb je 2 bolletjes en die zijn geel. Als je hem opentrekt, wat dat kan, dan zie je zijn stuifmeel en zijn meeldraadjes. En daar klimt het insectje dan in. En het gaat open als een soort van bekje, dus vandaar muurleeuwenbekje. Nou, heb je hem in de tuin? Laat hem zeker staan, want insecten zijn er dol op. Hier zit zelfs een heel leuk, klein, lieve heersbeestje. Die is daar een beetje overheen aan het klimmen. En hij zaait zichzelf fantastisch uit. Want het muurleeuwenbekje
maakt gewone zaadjes van zijn bloemen. Maar er is ook een wat groter zaad. En die keert zich van de zon af. En meestal is dat dan richting de muur. Hij vindt een plekje waar misschien een klein gaatje zit. En daar boort hij zichzelf in. En daar ontkiemt hij. En wilt u nou muurleeuwenbek in uw tuin krijgen, mocht hij er nog niet staan, dan is het eigenlijk met onkruid heel makkelijk om hem in je tuin te krijgen. Je zoekt het plantje op wat je graag in je tuin wil hebben en je zoekt even een goed plekje uit. En dan kun je dus een klein stukje uittrekken waarvan je weet dat er wat worteltjes aan zitten. Bijvoorbeeld zo. En dan ga je dus naar je vochtige, rotsige plek. En dan kan je hem er eigenlijk gewoon een beetje soort van inleggen of ingooien. En dan gaat hij het waarschijnlijk vanzelf doen. Stel je wil hem toch eigenlijk weer liever hier. Duw je hem erin. En dan is het afwachten. Muurleeuwenbekjes houden dus van vochtige, rotsige omgeving. Dus als je alleen maar een vochtig plekje hebt in een rots en je zorg ervoor dat daar een zaadje van een muurleeuwenbek in komt. Dan heb je gegarandeerd een hele makkelijke en een hele mooie tuinplant. Nou, misschien is zo'n muurleeuwenbek wel een hele interessante plant om in Robert's tuin aan te planten. Hij laat ons deze week zien wat zijn volgende stap is geweest in het opruimen van zijn nieuwe tuin, De Belt. En we gaan daar naar kijken. Zo, lieve kijkers. Ik ben flink bezweet, maar ik heb net een uurtje heen en weer gelopen met afval. En ik ben begonnen met snoeien. En ik zal jullie even snel laten zien hoe mijn belt er nu bij ligt. Het is snoeiafval. Want ik heb dit oerwoud van Cornelius, wat hier staat, heb ik flink opgekroond. Ik heb de onderste takken weggehaald, zodat ik overal wat beter bij kan. En wat er later nog gesnoeid wordt, nou ja, dat komt later nog. Eerst de boel maar even begaanbaar maken. Die muur daarachter, die zat helemaal vol met klimop. Nou, die zit nog steeds een beetje vol met klimop. Maar daar moet ik een goede zaag bij halen om dat echt weg te krijgen. Dit is nog steeds een zootje. Maar het blauwe zeil is weg, het bootje is weg. Daar is het nog steeds een zootje. Maar het mooie is dat ik nu de ruimte heb om rond te lopen in mijn eigen tuin. Dat had ik voorheen nog niet. Zo, ik ben na die laatste opname toch nog even doorgegaan. De klimop aan die muur, die is bijna helemaal weg. Er zit nog wat op het dak van het schuurtje. En onderaan zitten nog de stammen. Daar is nog wat meer werk voor nodig. Dus de hoop snoeiafval is gegroeid. En daar zit nog een bergklimop die heel angstig moet zijn. Want hij heeft gezien wat er met de vorige is gebeurd. Vorige week hadden we het al over hele mooie regentonnen voor aan de gevel. Deze week zijn we met Sleutelstad naar de Professorenwijk geweest. Want daar is een heel mooi project waar buurtbewoners regentonnen kunnen uitproberen. En daar was de uitprobeerdag en daar waren we bij. Je bestelt er een vulautomaat bij. Dan maak je gat in de regenpijp. De groengroep Prof Burgwijk organiseerde zaterdag 1 mei een kijkdag voor de probeercollectie regentonnen. Dit in het kader van het buurtinitiatief Prof Burgwijk, ieder huis een regenton. Als groengroep wilden we graag het gebruik van regentonnen stimuleren. Ze dachten van ja, mensen zijn best wel geïnteresseerd al in een regenton, maar durven net die laatste stap niet te zetten. Dus toen hebben we bedacht van ja, hoe kunnen we die drempel lager maken? En hebben we bedacht van nou, dan maken we een soort ontzorgingspakket. Waarin we het wat makkelijker maken. Dus we hebben een probeercollectie regentonnen samengesteld. Nou, en die zie je hier staan. Dat zijn allerlei tonnen in verschillende soorten en maten. Dus dan kunnen mensen een ton lenen en die dan op proef eventjes in hun tuin neerzetten. Om te kijken of het past. En nou, als men dan weet wat voor ton past in de tuin, kunnen ze vervolgens op internet gaan zoeken waar ze die ton dan willen kopen. In welke uitvoering, welke kleur, bij welke leverancier. En zo maak je het net wat makkelijker om te kijken van is onze tuin of onze stoep wel geschikt voor een regenton? Het is heel belangrijk om water op te vangen, vooral voor de planten. Want, we hebben hele droge en natte periodes gehad. En vooral in de droge periodes zie je dat mensen heel veel drinkwater gebruiken om hun tuin te besproeien. Nou, en dan is het natuurlijk veel beter voor je planten sowieso, maar sowieso ook voor de drinkwaterverbruik als je dat uit je regenton haalt.
En het water uit een regenton is ook beter voor je planten, omdat er minder kalk in zit. En ja, in de winter hebben de planten natuurlijk geen water nodig. Maar dan schijnt het heel geschikt te zijn om je ramen mee te zemen. Ik sprak vandaag iemand en die zei, ik doe zelfs mijn was in het regenwater. Dan heb ik veel minder wasmiddel nodig. En nou ja, je kunt van alles doen met regenwater. Het loopt de hele tijd door. En dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En er zitten eigenlijk geen gaten in. Er zijn constant wel een aantal mensen geïnteresseerd om te kijken. Dus dat is hartstikke leuk. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we dit hebben gedaan. Want eigenlijk kwam iedereen bij mij in de achtertuin. Maar dat werd wat druk, kostte ook heel veel tijd. Dus toen hebben we gezegd van nou weet je wat, we zetten alle tonnen een keertje in het gras. En dan kunnen mensen even langskomen en dan een ton reserveren. Om op een later moment te lenen, om uit te proberen in de tuin. Ik dacht ook eerst van ja, die moet je misschien de hele regenpijpen doorzagen. Dat is helemaal niet nodig, je moet een klein gaatje boren. En dan komt er een, wat een flens heet, komt erin en die verbind je met die ton. Dus dat is eigenlijk een fluitje van een cent. En het lijkt heel goed te werken, want het is al bij een buur is al geïnstalleerd. En daar werkt het heel goed. Ja, het gaat om honderden liters, zo niet duizenden liters per jaar wat je kan opvangen van een relatief klein dak al. Dus dat scheelt al heel veel voor het water wat je tapt voor je planten. En scheelt ook voor de capaciteit van je riool. Dit is eigenlijk een model, heeft iemand voor ons gemaakt om te laten zien hoe het werkt. En je koopt een vulsysteem. En daar zit een boor bij. Die zet je op je boor en dan maak je een gat in de regenpijp. En je maakt een gat in de regenton. En dan, dan duw je als het ware een opvangbakje in je regenpijp. En omdat dat een beetje vaag is en je kan niet zien wat je doet, hebben we hier een voorbeeld gemaakt. Dat mensen even kunnen zien hoe ziet dat er dan uit in de regenpijp. En er komt als het ware een bakje in wat dat water opvangt en naar je regenton geleidt. Het interessante van dit project is dat het een combinatie is van allerlei vaardigheden. Van organisatorische vaardigheden, van kennis van subsidies en ook uiteindelijk ook kennis van klussen. Dus dat is natuurlijk het goede eraan. Ja, hopelijk is het ook een model voor de rest van de stad. Deze week heeft Carla Teunen weer een mooi boeketje voor ons gemaakt. Ik heb hem hier voor me op tafel staan. En ik wilde er twee uithalen, want het zijn mooie plantjes sowieso om te zien. En wat aansluit bij deze week is dat er een aantal in staan die ook heel goed in je geveltuin kunnen. Als je een geveltuin aanlegt om een mooie verticale muur te gaan maken. En ook zonder verticale muur zijn ze natuurlijk heel goed te doen in de geveltuin. Dat is deze. Dit is de donkere geranium. Ooievaarsbek wordt die eigenlijk genoemd, maar we noemen hem veel geranium. En het is echt super makkelijk. Kan ook een beetje in de halfschaduw, dus hij heeft niet speciaal alleen maar in het zonnetje te staan. Breidt zich makkelijk uit, dus het is ook weer zo'n lekkere sociale plant die je dan uit kan scheppen als je te veel hebt en weer aan je buren door kan geven. Nou, deze vind ik zelf ook heel erg mooi. Oh, ik haal hem er even uit. Dat is de ossetong. Mooie blauwe vergeet-me-niet-achtige bloemetjes. Een wilde plant die zich heel makkelijk uitzaait. Dus dat is ook weer zo'n sociaal plantje als je te veel hebt. Het is wel even wat werk om ze uit te scheppen. Maar dan kan je ze ook weer fijn verder verspreiden in de wijk. Nou, de rest van het boeket gaan we op Facebook zetten. Zodat je ook rustig na kan lezen wat is het precies, wat doet het, waar komt het vandaan. En dan kan je er zelf mee aan de slag. Dan hebben we nog een paar updates voor jullie. En we beginnen met de bloembollen-update. Er zijn inmiddels 5.900 bloembollen verkocht. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar we willen op naar de 10.000. En je hebt nog 2 weken om te bestellen. Dus ga naar de Hortus, hortus@home.nl. En daar bestel je je bloembollenpakketje. Het zijn krokussen van verschillende kleuren in 25 of 50 stuks. Je kunt maximaal 3 pakketten bestellen. En dan hebben we nog 2 weken om tot die 10.000 bollen te komen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn om Leiden gewoon volgend voorjaar helemaal paars, wit en geel te zien kleuren in de bio-krokusbollen. Dus op naar hortus@home.nl en bestel nog snel een paar zakjes bollen. In september kan je die dan opkomen halen. We organiseren daar een speciale dag voor. Wordt volgens mij heel gezellig. En wie weet zien we dan in september voor de bloembollen. En dan hebben wij ook nog het NK tegelwippen. Nou, we staan op de 7e plaats. We zijn al een poosje stabiel. Dat is helemaal niet erg. Maar we kunnen natuurlijk gewoon nog veel hoger weer in die top 3 komen. We hebben heel even op 1 gestaan.
Dus laten we met z'n allen nog wat tegels uit onze tuin halen. Misschien een leuk geveltuintje als je geïnspireerd bent om zo'n verticale tuin aan te leggen. En dan wippen we er zo nog een paar tegels uit en komen we weer fijn in die top 3 terecht. We moeten in ieder geval zorgen dat we bij Haarlem uit de buurt blijven, want daar strijden we specifiek tegen dit jaar. Dus kom op allemaal de tuin in en een paar tegels er nog uit. Dan hebben we nog een oproepje voor het winnen van een verzorgde tuinmakeover in de Zeeheldenbuurt. We gaan weer even terug naar Annemarie in de Zeeheldenbuurt. In het kader van het jaar van de tuin worden de voorbeeldtuinen in Leiden aangelegd. En eentje die is in de Zeeheldenbuurt. Daar kan je je voor opgeven voor 15 mei. Foto toelichting sturen met je naam en adres naar groenezeehelden@gmail.com. De redactie van het jaar van de tuin die neemt de beslissing en Sleutelstad komt de opname maken. Nou, dit is natuurlijk een hartstikke mooie kans om tijdens het jaar van de tuin een volledige tuinmakeover te winnen. Dus woon je in de Zeeheldenbuurt, wil je kans maken, schrijf je dan zeker daarvoor in en stuur je motivatie op tijd op. Nou, is het een gelukje, want je hebt niet tot 15 mei, maar tot 20 mei. Dus vergeet die 15 mei, je hebt gewoon 5 dagen extra. Maak daar een mooie motivatiebrief van en wie weet win jij die verzorgde tuinmakeover. Dus de Zeeheldenbuurt heeft helemaal geluk deze week 8 groene wanden te krijgen en een tuinmakeover te winnen. Nou, wat wil je nou nog meer in het jaar van de tuin? Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je geïnspireerd bent om weer wat tegels eruit te halen, een gevel te vergroenen of wat mooie plantjes in je tuin te zetten. En dan zien we je volgende week weer.